Ja, vrienden, wat zijn we weer verwend, hè? Bij de BNB Vol Liefde. Wat kwam er een pracht en praal voorbij, zeg. Oh, laten we eens even beginnen met weet je wel. Ik bedoel, die weet je wel. Hoe vind je hem? Die zit dus daar. En maar vasthouden met Kuifje. Dus weet je wel, een Kuifje helemaal gezellig met elkaar. Dan komt een nieuwe ene, Gerry, verpleegkundige. Die noemen we even zuster vanaf nu. Dus die zuster die komt binnen. En de zuster die ziet natuurlijk dat hij, weet je wel, het heel leuk heeft met Kuifje. En dan schiet, weet je wel, volkomen in de liegstand. Die ontkent het gewoon. Die zegt gewoon van, hey, ben ik. Ik heb helemaal niks met Kuifje. Nee, ik zoem de hele tijd met haar en ik ga lekker tegen haar aan liggen. En ik ben de hele tijd aan het flikvlooien met haar. Nee, maar ik heb niks met haar. Hoe vind je die? Plus, wat heel geestig is. Bij, weet je wel, hij is volstrekt onverstaanbaar, vrienden. Dat die man niet ondertiteld wordt, dat is mij een gigantisch raadsel. Maar oké, tussen de geluiden en de klanken door, dan moeten wij maar opmaken hoe het ongeveer zit. Nou, dat is één. Dus dat was alweer smullen geblazen. Ja, schakelen wij snel over naar Oostenrijk. Ja, want wat is dat toch? Vrouwen alleen? En Oostenrijkse berglucht, dat is een soort giftige cocktail. Want dan krijg je dus volkomen matteklap gedrag van. En dat hebben we gezien met Jodelahiti 1. En nu met Jodelahiti 2 gebeurt het weer. Want zij doet dus mee aan een datingshow. Ja, en zegt dan, ja, maar het is wel, blijft gezellig. Maar het deurtje, let op, deurtje van Jodelahiti 2, is voor de liefde is dus dicht. Oh, het deurtje is dicht. Mag ik dan even weten waarom je überhaupt hebt ingeschreven? Ja, want zij zegt dan, ja, ik ben een keer gescheiden en dat mag mij niet meer gebeuren voor de kinderen. Want de kinderen staan één en dus ik wil niet nog een keer een scheiding meemaken. Hey, hallo, koekoek. Ja, dus er is toch geen man die gaat beloven in zijn leven van, ik ga nooit meer bij je weg. Want dat kan hij toch niet beloven. Hoe zit dat? Is dat nou van gekkigheid? Ik bedoel, dat is dat toch het risico van de liefde. En oh, mensen, hoe ver zijn die mensen van de werkelijkheid weg? Ja, en dan zit die arme gozer daar. Die ene Harm Jan of zo, weet ik veel hoe die heet. En dat blijkt dan ook nog eens een keer een verschrikkelijke huisman te zijn. Dus, oh god, dingetjes opvouwen en dingen schoonmaken en poetsen. Ja, dus we noemen hem, die huisman noemen we even voor het gemak even Henny. Maar die Henny, die schiet dus de hele tijd vol. Ja, oh, van emotie. Want die is helemaal in de wolken van Jodelahiti 2. En Jodelahiti 2, ja, ook plus dat Henny ook nog eens een keer, die zat in een achtbaan, die was ineens in de Efteling, die zat in een achtbaan. En Jodelahiti 2, die schiet ook de hele tijd vol. Die doet ook Bassie en Adriaan. Ja, dus die Henny, die kan met die kinderen blijven spelen. Tot ziens, tenminste, tot hij in ons weegt. Maar die heeft natuurlijk geen enkele kans. Het deurtje in Oostenrijk, vrienden, is dicht. Nou, en dan schakelen wij snel door naar Arrivederci. Vrienden, daar werden we toch werkelijk helemaal op onze wenken bediend. Wat een zaligheid, zeg. Ja, want daar kwam dus naar boven dat hij en zijn ex, dat gewoon constant maar in dat huis zit. En dat is natuurlijk een enorm gedoe. Ja, dat begrijp ik ook wel. Nou, dus, en daar hadden die dames genoeg van. En er kwam dus enorme spanning. Maar die was er al vanwege de augurkgate. En Hysterica, die moest natuurlijk weg. Nou, dat heeft hij gedaan, Arrivederci. Arrivederci die zei, maar dat deed hij een beetje als een hork hoor, moet ik zeggen. Die zei, en hou maar huis uit. Nou goed, dus
Hysterica was weg, dat vinden wij natuurlijk jammer. Ja, wat? Die hadden we graag nog eventjes gehouden. Maar ja, goed, daar was natuurlijk geen hou aan. Die moest weg. Nou, en bijna tegelijkertijd besluit, moeilijke voornaam, die denkt, ik heb geen zin in dat gedoe met die ex. Hup, ik ga er ook maar vandoor. Dus voor je het wist, zit Arrivederci, die zit daar, die lopen de twee weg. Zit Only Lonely daar, die zit daar Roy Orbison te doen. Thuis, ja, alleen nog met zijn ex. Maar ja, hoe gezellig is dat? Dus ja, au. En ze vonden dus dat allemaal met die ex iets te veel rugzak. Dus vrienden, wij zijn in gespannen afwachting voor de komende afleveringen. Wat gaan we te zien krijgen? Krijgt Henny nog een deurtje open in Oostenrijk? Ja, dat is maar de vraag. Ja, gaan wij ooit nog een woord verstaan van weet je wel? En hoe gaat dat met de zuster? En blijft hij liegen? Hohoho! En ten derde, welke vrouw stapt er over de rugzak heen van Arrivederci?